En dan is het tijd voor Banken met Dree. Dree Peters is ergens op een plekje in Midden-Limburg om met hem te spreken op een bank. En Dree, zo te zien, steeds op een voor heel veel mensen bekende plek, of niet? Ja, ja, het Kloosterwijnplein. Afgelopen zondag was dit hier nog het toneel van de geweldige reuzenoptocht. En we gaan het vanavond hebben over een reuzenprobleem. Althans, een reuzenprobleem voor een hele hoop burgers in Romein. Het gaat over DP, dan gaat het niet over Dree Peters, maar het gaat over digitaal parkeren. En als je de sociale media een beetje volgt, dan maakt de ene zich nog gekker als de andere. En uiteindelijk heeft de Raad het goedgekeurd in Romein. Hoe ze eigenlijk de rijkwijde niet van hebben bedacht. Want nu komen de echte uitvoering aan de orde en nu zijn een hele lui doodongelukkig. En het gaat met name over de lui die niks met digitaal hebben. En dan ga ik met de wethouder, we spreken die er verantwoordelijk voor is, Rens. Rens Evers, mag ik zeggen, omdat we in hetzelfde toneel ons ding doen, hier beroepshalve, ik als volksvertegenwoordiger. Ja, wethouder, er zijn zoveel mensen die zich druk maken over, moet ik nu met mijn 75 jaar of 80 jaar de amper zo'n computer heet, een parkeerplekje reserveren voor mijn bezoek? Moet mijn mantelzorger of mijn verzorger, moet ik daar een plaats voor reserveren? Of moet hij dat zelf doen? Of zijn er plaatsen gereserveerd? Krijg ik mijn geld terug van de kaarten die ik gekocht heb? En er is alles van te zeggen. En er zijn ook oplossingen voor te bedenken. En als we niet een wethouder hadden wie Evers vanuit het zuiden naar Romein te gaan, gegarandeerd door straks met creatieve oplossingen gaat komen, waar hij mij zoveel te drukker voor maakt als nu. Maar het zou 1 september eigenlijk in zijn gegaan. Wie hing de vlag erbij, je wethouder? Ja. Nou ja, ik denk op de allereerste plaats, Dree, zijn het allemaal heel terechte vragen. Hè? Ook veel terechte vragen die de afgelopen tijd richting de gemeente zijn gekomen. En het digitaal parkeren is natuurlijk onderdeel van de parkeervisie, zoals dat de gemeenteraad van Roermond die al een hele tijd geleden heeft vastgesteld. En we hebben net voor de zomervakantie, hebben we daar weer opnieuw in de gemeenteraad met elkaar van gedachten gewisseld. Ik als portefeuillehouder samen met de gemeenteraad. En toen heeft de gemeenteraad voltallig gezegd, oké, hier gaan we verder mee aan de slag. Achteraf kun je ook de vraag stellen, zijn er in die voorbereiding de juiste keuzes gemaakt? En een van die keuzes is bijvoorbeeld geweest de implementatietijd van het digitaal parkeren. En we zijn ondertussen ook wel zover om te zeggen dat een maand, 4 weken, dus 20 augustus tot nu 30 september, dat dat ook best wel een redelijke korte termijn is geweest. En daarom hebben we ook besloten om die termijn op te gaan rekken tot 31 maart 2019. Dat betekent dat mensen die het op dit moment nog heel erg lastig vinden om mee te gaan in die overgang van het digitaal parkeren, dat we daar extra aandacht aan willen besteden, extra zorg aan willen besteden, door bijvoorbeeld 1-op-1 met ze samen te gaan zitten en de registratie makkelijker te maken en ze gewoon te helpen bij het registreren voor met name de bezoekersregeling in dit geval. Het grootste probleem waar een volksvertegenwoordiger mee zit en waar je als wethouder ook ongetwijfeld mee komt te zitten is de oudere mensen die dan op een of andere manier zich eigenlijk een beetje, ja, hoe zou ik zeggen, onder druk voelen gezet en zeggen straks heb ik nog geen bezoek meer. De mantelzorger die is een kwartier aan zoeken voor een pleisje en heeft maar een kwartier om mee te behandelen. Het kan toch niet zo zijn dat moeder van 83 jaar straks op een of andere manier zien de dochter moet bellen ergens van kind ze even een parkeerplek reserveren voor iemand die mee bezoeken. Ik bedoel, we gaan daar wat sneller in. Ik ben zelf bijna 70 en ik heb de meute zat met bewijzen van spreken. Maar ik ga er wel aan met, omdat dat van mij verwacht werd. Maar eierlui die dat nog nooit gedaan hebben. Met rekening kan ik me best wel wat bij voorstellen. Hè? Maar het is natuurlijk zo hè, dat we uiteindelijk hebben met elkaar gezegd, we willen graag dit project doen, omdat het ook voor een hele grote groep mensen best wel wat voordelen met zich meebrengt. Desalniettemin, natuurlijk, wij snappen ook best wel dat er zorgen zijn. En zeker voor de doelgroep die het lastiger vindt om met digitale en nieuwe middelen om te gaan. Maar daar gaan we dus de komende periode extra aandacht voor besteden. En om voor een kleine groep mensen de kraskaarten in stand te laten. Ja, dat wordt natuurlijk wel heel erg lastig. En dat zeg ik er ook direct bij. En waarom is dat lastig? Straks, als er zo'n scanauto gaat rondrijden en die dus ook gaat controleren of mensen wel de parkeerproducten hebben aangevraagd. Ja, die scant eigenlijk alleen het kenteken. En die kan dus niet zien, zoals dat nu gebeurt, want Stadstoezicht controleert nu of mensen een vergunning hebben en die kijken dan achter de voorruit. Ja, die scanauto die kan natuurlijk niet achter de voorruit kijken. Ja, maar dat snap ik nou. Maar dan gaat de scanauto overal rijden, behalve op die paar zones, waar we die voor vrijgesteld hebben voor de mantelzorger en voor die lui die dan nog die kras gaat hebben. Dat moet toch op een of andere manier
die lui die daar niet om kunnen gaan, wie we ze van spreken, die hebben voor 15 of 20 jaar niet meer. Maar ondertussen zijn we allemaal digitaal. Als ik straks een stakketje ben, is het voor mij een koud kunstje. Maar het gaat nu om die groep en we hebben het al moeilijk met en we spreken over vereenzaming. Is trouwens ook uw portefeuille. Die zou binnen zeggen, kijk dan ons met één oog her. Ik denk dat we dat gewoon de komende periode goed moeten gaan bekijken of dat een van de opties zou kunnen zijn. Maar ik wil er ook nog niet te ver op vooruit lopen. Mensen die zorg brengen. Ja, snap ik. Of mensen die zorg brengen. Daar zou je natuurlijk over kunnen nadenken. Maar er zijn verschillende oplossingsrichtingen die we op dit moment nog aan het onderzoeken zijn. En die moeten we straks wel natuurlijk allemaal goed afwegen. Er zijn al pleitjes, Romein, die door de boervereniging zijn gereserveerd voor de zorg. Dus dat is in de verlengde van dat. Maar goed, wie is het met de privacy? Met de privacy, ja. Ook een grobo. Nee, ja, zeker. De privacy is ook een van de zaken die heel veelvuldig richting ons als gemeente als vraag is gekomen. Maar we voldoen gewoon met deze nieuwe spelregels, het nieuwe parkeerbeleid, voldoen we gewoon aan de AVG en de strenge eisen op het gebied van privacy. Dus dat zou iets moeten zijn waar de mensen zich in ieder geval geen zorgen over hoeven te maken. Ondanks dat ik dat nu zeg en ik mij ook besef dat ik daarmee niet alle zorgen weghaal. Michel Liveur, maar mee in alle richtlijnen. Jan, de hele vriendin, en die komt twee keer in de en nu weet iedereen daar ik zit met mijn vriendin. Dus Jan, maak je dan eerst het druk over, dat viel best wel met, of niet? Ja, nee, dat valt wel mee. Je kunt gewoon tegen Jan met de vriendin zeggen dat ze het neem is. Goed, ik heb een hele hoop werk op je nek gekregen. Je zit nog niet zo heel lang in Remuin. Je doet het met verven, dat moet ik ook best even zeggen. Dat moet ik ook daar naartoe zeggen. Je durft je niet wat te laten zien. Je durft ook het debat aan te gaan. Maar ook nu hier voor de lui in Toes, want die willen maken zich er erg druk over. We hebben nog twee grote problemen in Remuin die nu heel snel de kop opsteken. Dat is de spoortunnel. Daar heb je vanavond een info van over een oranjerie. Voor de mensen die morgen kijken. Dat is op dinsdag, dus komen dit morgen naar de oranjerie toe. En daar zijn ook weer vragen over gaan die tunnel, die twee dingen, tunnels gelijk dicht. Daar kent ze natuurlijk ook allemaal een eind wat ik heb. Zeggen. Want de uitvoering van de stationstunnel, dat is natuurlijk best wel een lang traject en ook een redelijk complex werk. Hè. Dus er zal absoluut zal daar wat overlast van komen van de stationstunnel. Maar als het gaat om het echt dichtmaken van de stationstunnel voor al het verkeer, dat zal maar op een hele korte periode en dan aan het eind van het werk ook pas gebeuren. Dus daar hoeven de mensen zich geen zorgen over te maken. En sowieso hebben we met elkaar afgesproken dat in principe altijd de hulpdiensten, dat die ten alle tijde ook gewoon door de tunnel heen moeten kunnen komen. Dus daar hebben we rekening mee gehouden. Waarom stel ik die vraag bij daar? Ik weet dat er mensen in een rolstoel, ik zeg in een scootmobiel, aangewezen zijn op het openbaar vervoer. En die moeten door de tunnel heen om 's morgens op hun plek te kunnen komen. En die maken zich nu al druk van wanneer zou zo'n tunnel dicht zijn. Ook voor het openbaar vervoer hoeven de lui zich geen zorgen te maken. Want dat zullen ook eigenlijk grotendeels van de tijd kunnen de lui gewoon met het openbaar vervoer door de stationstunnel heen. Zo, geweldig zijn voor enige bemoeiend aan de wet, hoe het nodig en heel veel die vragen stellen, dan zijn de artikel 43 vragen een stuk minder, denk ik. Nou, dan hebben we nog een. Organisatie gaat schelen dat, hè? Ja, dat zeg ik hier al. Als je wat meer info geeft, open info, krijg je ook minder vragen, dat is ook bekend. Hè? Nu even nog een ander dilemma. Het is net voor de verkiezingen, sinds als partij, die hebben daar zelfs een verkiezingsstunt van gemaakt. De Capelle Laan, die zou dan op een gegeven moment in de knip krijgen, ergens bij de sporen. En dat zou natuurlijk van heel opnieuw natuurlijk een enorm probleem zijn. Nou, ik begreep dat er nog gekeken werd, dat er aan gewerkt werd. Moeten de lui zich nog steeds zo ernstig zorgen maken? Nee, ik denk het niet, want er zijn een aantal informatieavonden zijn er geweest over de Capelle Laan. Zowel met klankbordgroep, maar ook met de omwonenden die daar zitten. En daarin zijn verschillende scenario's besproken als ontwerp. En we zitten nu een beetje in de laatste fase van dat ontwerp. Maar we hebben daarbij echt wel heel erg goed gehoord wat de mensen die daar wonen en wat de klankbordgroep heeft gevonden van de keuzes die voor lagen. En daarin hebben we ook gemerkt dat er weinig draagvlak is voor een knip op de plek van de spoorwegovergang en voor inrichtingsverkeer. Dus daar zijn we nu in het ontwerp. We houden daar natuurlijk ook rekening mee in die uitgangspunten. Maar definitief is het natuurlijk pas op het moment dat zo'n ontwerp is vastgesteld. En dat is het natuurlijk nog niet. Kijk, nu die wat er tegen zijn, ik kom natuurlijk heel breed. Hè, want wie de Roerkade bijvoorbeeld afgesloten was, met de vastlovend, dan moet alles over de Koninginnenlaan. Stel je nu eens voor, of jullie die de herten moesten, die moeten over de Koninginnenlaan herten. Stel je eens voor dat er een knip op de kapel is, dan heb je maar één kant om vanuit
die kant voor een muntje weer een herten te kunnen komen. Maar goed. Ik snap de zorg en daarvoor moeten we er ook op letten dat bij grote infrastructurele werken dat je dat niet te veel op elkaar gaat stapelen. Want dan kom je straks gewoon helemaal niet meer door de stad. En we moeten al die grote infrastructurele projecten waarvan ook deze coalitie heeft gezegd, we hebben veel ambitie om dat de komende 4 jaar echt in de uitvoering te gaan brengen. Ja, dan moet je goed op elkaar afstemmen, zodat wel het verkeer gewoon nog steeds door kan. En we hebben daarbij ook nog een ander mooi project. En laat ik dat nu van de gelegenheid gebruik maken om daar meteen reclame voor te maken. En dat is Roermond Bereikbaar. En met Roermond Bereikbaar proberen we ook als gemeente zoveel mogelijk mensen van de auto weg te halen. En bijvoorbeeld alternatieve vervoersmiddelen. Het openbaar vervoer of misschien wel op de fiets. Ja, proberen we mensen te verleiden en te stimuleren om toch die auto te laten staan. En te zoeken naar andere manieren om op de plek van bestemming hun werk of bijvoorbeeld de boodschappen te gaan doen. En Roermond is nu eenmaal door het water en door het spoor onderbroken. Dus we hebben natuurlijk een hele hoop dilemma's. We kregen nu nog dit grote project, de autobaan door de stad. Hè? Ja. Is er nog nieuws over? Ja, ook de N280, dat loopt allemaal. Volgens mij de voortgang daarvan is goed. Hè. Angeli Waaien, mijn collega Waaien, die staat er projectwethouder van. Maar ook weer voor de N280, want daar zit natuurlijk pas echt heel erg veel verkeer op. En dat is natuurlijk ook een belangrijke weg om verkeer ook weg te leiden weer vanuit Roermond. En natuurlijk een belangrijke weg voor de outlet. Dus ook daarin is Roermond Bereikbaar een heel belangrijk project om ervoor te zorgen dat ook straks Roermond op een goede manier te bereiken is, waar je ook naartoe wilt. Is Roermond langzaam de stad van u geworden? Ja, het begint toch langzaam wel te weren. Hè? Ja, zeg je. Hij volle. Hij volle dat jij dit gehoord komt. Dit is geweldig. Dat je rustig woord hebt gestangen. En dat we eigenlijk een hele hoop dingen kunnen ons een stuk hebben. Kunnen ons zenuwen. Ik hoop dat de burgers er vrede met hebben. En als je er geen vrede met hebt, goh, dan nog die infoavonden. Die er dus zijn over de statie. Over de Capellelaan straks. Over de hele verkeersontwikkelingen. En Roermond bereikbaarheid. De wedstrijd had al gezegd. En voor het parkeren mag je er niet zoveel zorgen over. Het is voorlopig al even een tientje lang op een klein pitje gezet. Maar het zal er allemaal aan moeten kluiven. Want als ze in Amsterdam of Rotterdam geweest of Eindhoven, dan kunnen ze niets anders als digitaal parkeren. Ja. Dankjewel, wethouder. Dit was het eigenlijk van de jongste wethouder van het gezelschap in de stad Hoes. Die heeft ook gewoon gezegd, nou, ik stel me in ieder geval beschikbaar om de vulvragen te beantwoorden. En dit is verhelderend. En het is ook verhelderend als ze de vragen bij de volksvertegenwoordiger neerleggen. Want die liggen het ook weer bij het college neer. En dan kunnen we het ook weer terug bij de mensen. Want uiteindelijk hebben die van het college en ook die neder in de coalitie zitten. Maar één belang, dat het Roermond gehoord gaat en vooral de inwoners. Dus ik zou zeggen, hartstikke bedankt. En als je meer wilt weten, dan zie je zichzelf op TV 11. Tot de volgende week.